We naderen nu het oudste station van Nederland. Gebouwd in 1853 bij de aanleg van de eerste spoorlijn Maastricht, Luik en Aken door de Belgische spoorwegen. We are approaching the oldest railway station in the Netherlands. It was built in 1853 when the first railway from Maastricht to Liège in Belgium and Aachen in Germany was constructed by the National Belgian Railway Company. Zoals de meeste monumentale gebouwen die u zag, is ook het station opgetrokken uit de mergelsteen die in Valkenburg gewonnen wordt en die al door de Romeinen gebruikt werd voor het bouwen van huizen en verdedigingswerken. Door het stelselmatig uitdiepen van de mergellagen zijn gangen ontstaan die in de volksmond grotten worden genoemd. Het onderaards Valkenburg omvat zo'n 200 kilometer mergelgang. Like most of the other monumental buildings we have seen so far, the railway station too was made from this